Vicepresident Ashwin Adeen heeft vanmorgen in de congreshal een aantal personen gedecoreerd. Ter gelegenheid van de herdenking van de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie. De VP mag op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid namens het staatshoofd deze decoraties uitvoeren. De gedecoreerden zijn voorgedragen door verschillende organisaties. Volgens Adeen wordt niemand geboren met burgerzin. Dit is iets dat zich ontwikkelt en later bijdraagt tot burgerschap. VP Adeen zegt dat enkele elementen heel belangrijk zijn voor burgerschap. Inzicht, bewustzijn, participatie in die maatschappij. Je mening kunnen geven, durven geven, in staat zijn te geven, mogen geven. Maar ook democratische attitude. Een democratie attitude kun je op verschillende manieren bekijken. Je kunt zeggen, laten we met elkaar praten. Dat moeten we kunnen doen. We moeten bereid zijn om te werken aan consensus. En we moeten sowieso verwerpen als er sprake is van uitsluiting, als er sprake is van discriminatie. Maar ook een element van kritische reflectie. Dat we dan onszelf kijken. Introspectie doen, dat we onze spiegel volgen. Dit zijn elementen van burgerschap. Al dus inzicht, bewustzijn in de gemeenschap te meebrengen, dat het burgerszin hebben, burgerszin, dat het er is, dat er iets als burger, dat het zin heeft om burger te zijn van dit land. Deze personen zijn gedecoreerd tot de ridder in de ereorde van de Palm. De gewezen directeur van cultuur, Stanley Sidul, is onderscheiden als commandeur in de ereorde van de Palm. En Suarte Mustadja, de huidige minister van Arbeid, kreeg de hoogste onderscheiding, namelijk groot officier in de ereorde van de Palm. VP Adeen zegt dat Mustadja een nestor is in de diplomatie. En de afgelopen regeringen zoveel bijdrage geleverd dat die ervaring ook in deze regering mag ik zeggen onmisbaar is. Omdat ik het inderdaad, de man die de oneindig geduld heeft in het parlement waar wij allemaal niet evenveel geduld hebben. En het is een bijzondere eer en trots voor mij om dit zelf te mogen doen. En ik feliciteer u voor uw eigenlijk voor uw bijdrage die dit land Suriname tot u toe onmisbaar was, maar ook tot u toe niet zal missen, nooit zal missen. Ik weet niet of er ooit nog een vervanger zal komen. Op dit niveau, diplomatie, tact, geduld en het inzicht dat wij nodig hebben vandaag, en vooral in deze tijden, is onmisbaar. Ik dank u en ik feliciteer u bij deze ook. En dat was vicepresident Ashwin Adeen vanmorgen bij de decoratieplechtigheid ter herdenking van de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie. Een aantal personen is gedecoreerd tot ridder in de ereorde van de Palm. Stanley Sidul werd onderscheiden als commandeur in de ereorde van de Palm, terwijl minister Suarte Mustadja de hoogste onderscheiding kreeg, namelijk groot officier in de ereorde van de Palm.